naar het ontbijt. Dus dat ga ik even doen. Vandaag zijn we dus zondag, de derde dag dat we aan de zee zijn. En we gaan eerst tot aan de lift gaan. Dus hier heb je dan de lift. Is echt onder ons hier naar boven. Er zijn twee trappen. En dan kun je instappen. En dan ga je naar 1. En dan zit je in de lift eigenlijk. En dan gaan we zo naar het ontbijt. Ik heb het dag 129. Ik heb zelfs de lift. Kijk, hier kom je dan. Uit. En hier is het ontbijt. Ik heb nog een beetje met ontbijt. Dus hier zit je het ontbijt. Kijk, dit is dus het beleg dat er is. Heel veel lekker hier. En hier gaan we naar de tafel. Dus dit heb ik genomen. 2 witte boterhammen met pasta. En dat is boter. Maar dan is die vergaf wel wat is de boter. En ik heb er nou veel boter. Dat is eigenlijk 2 blokjes voor deze boterhammen. Ja, drinken is er nog niet, dus dat ga ik niet laten zien. Dus we zitten. Dus nu gaan we eten. Hier zit er dan de lekkere koffie. Ik moet wel nog melk en suiker. Dat doe ik er sowieso in, maar ik ga eerst mijn boterhammetje erin doppen. We lopen hier nu in de winkelstraat. We zijn even naar de GB geweest. We zijn er een worstenbootje gaan halen. En nu gaan we richting de trap eigenlijk. En dan gaan we straks naar Sea Life. Want we lopen over het programma. En nu lopen wij hier eigenlijk een beetje uit de winkelstraat. Het is nog niet heel veel open, want als we lopen op 10 uur. Maar ik heb eigenlijk al een beetje uitgekocht, maar dat is niet erg. We hebben een worstenbootje gevonden. Dus we zijn nog wel een klein beetje moe. Als je zo denkt, het ligt er een beetje moe. Ja, dat klopt. Het was nogal laat en zo, maar dit. Dus daarom is hij wel een beetje moe. Maar ja, we toch, toch voor een leuke activiteit doen. Hier lopen we dan. Daar hebben we de zee. Heb je de pier. Ik ga een fotoshoot doen met Pipo en een boy. Pipo heeft geen foto. Mensen die vragen af, is Pipo? Dat is hem, hallo. Die gaat eigenlijk overal mee naartoe. En ik maak altijd zo van wat Kalkaanse foto's. En dat hadden we nog niet gedaan, dus dat gaan we nu eerst doen. En de eerste dat we gaan doen, is een foto maken op de boy van Pipo. Ik heb dat al gedaan de maandag, de vrijdag. Daar sla ik doorheen zijn mensen, want het is niet gemakkelijk. Maar we gaan dat dus nu doen met Pipo. Dus we gaan hier opzetten. Zo. En dan staat hij erop. En dan gaan we een foto maken. We wandelen zo eigenlijk een stukje in de zee, maar ook weer niet. Het is eigenlijk weer zo een kleine plasje dat je ziet. En toch wandelen we eigenlijk in de zee. Gek, hè? Thank you.
dat je heel bewezen bent. Normaal kan je niet open, maar vooral dat als het goed is, dan kan dat niet. Het is allemaal goed eigenlijk. Het is wel mooi. Dat is de andere kant. En dan staan we eigenlijk nu gewoon weg op. En dat is wel leuk eigenlijk dat we hier even op kunnen staan. Het is natuurlijk niet gemakkelijk om hier even op te staan eigenlijk. Dus ja, het is wel mooi. Dus het ziet er zo'n beetje uit eigenlijk. Hier staan we eigenlijk. Wel leuk. Tof dat we dit eens mogen meemaken. Ja. Is er ook allemaal mosseltjes en zo allemaal. Nog van dingen dat er waarschijnlijk allemaal tussen zit, maar je kent allemaal die zeeslakken en noem maar op. Dat er eigenlijk is en je ziet dat ook. Ik sta echt letterlijk in het groen. Dus ja, het is hier wel mooi. Dus prachtig, prachtig, prachtig. Ik ga wel een stukje doorgaan, want als de zee opkomt, ik wil er toch niet in staan als de zee opkomt. Dus, maar ik vind het wel een mooi beeld om te laten zien. Hoe mooi het hier eigenlijk is. Het is echt mooi. Dus, ja, het is echt gek. Het is helemaal prachtig beelden. En hier heb je dan de pier. Langs de andere kant. Je ziet dat het water steeds aan het opkomen is. Heel mooi. En we zijn hier aan het wandelen. Hoe dat heet, zo'n golfbreker, denk ik dat dat heet. Alles heeft een naam, zodat je wel weet, maar ik ken daar niet zoveel van. We zijn helemaal in het haar. Het is echt mooi. Prachtig, prachtig, prachtig. Heel mooi. We zijn nu richting Silaf aan het wandelen. We zijn wel nog op het strand. Maar we gaan helemaal die kant uit daar. Helemaal die lijn gaan we volgen. Maar hier is het water nog verder dan het toilet. Dat is echt wel. En daar, aan de overkant, dus je hebt daar zeebruggen. Daar zo. Daarover ligt Knokken. Erik is dat wel grappig eigenlijk. En toch zie ik Knokken niet. Wij gaan richting daar wandelen. Dat is niet zo gemakkelijk in het zand, maar
Dus wij waren eigenlijk aan het wandelen. Hier aan Radio 2. Stand ons in Nederland afbreken. En ik kon wat foto's maken bij Pipo. En zo die dingen allemaal. En wij kwamen van die stand eigenlijk naar hier gewandeld. En ik ga het anders doen. Dus we zijn hier nu aan het wandelen. En dat meen je niet. Kijk mensen. Kijk, iemand heeft er gewoon mijn handtekening achtergelaten. Allee, hoe gek is dat eigenlijk? Oh my god. Oh my god, dat is echt niet normaal. En dan nog wel een pier. Wie doet er? Allee, dat is echt gek. Iemand die handtekening gewoon daarachter laten, waar is wat foto's aan het maken met Pipo. En in één keer zien we dat. Allee, hoe dat kan. Aan de stand van Radio 2. Gewoon, die hebben mij gewoon gezet. Ik weet dat ik gisteren heel veel handtekeningen heb uitgedeeld, maar die hebben mij gewoon gezet. Ik weet niet wie het gedaan heeft, maar dat is wel grappig. We lopen nu hier in het zeebos en we gaan een zware beklimming maken. Want het is echt heel steil naar boven. Eigenlijk is heel steil naar boven. En nu lopen we dan. En we gaan richting Sea Life. Dus deze is hier heel steil naar boven. Maar het is wel een mooie omgeving. Het is hier echt wauw. Het ziet er zo'n beetje zo uit. En het is wel mooi. Schoon, hè. Dus we zijn aangekomen aan Sea Life. Hier hebben we Sea Life. En daarna ging het zwembad en we zijn aangekomen. En we gaan eens luisteren of dat we al binnen kunnen. Dus ga mee met Pippa op aquariumavontuur. Dus die is er ook. Ik neem een kijkje in ons zee op. Het is alleen maar mooie dingen. Dus we gaan eens koekeloeren. Dus we gaan eens kijken. Tickets. Tijdslot. Ik heb ze toch.
Dus hier hebben we de speeltuin voor de kleine kindjes. Superleuk. En daar kan je iets eten. En hier heb je zo een beetje het plan hoe het er allemaal uitziet en wat we allemaal mogen verwachten. Dus daar hebben we net aan gedraaid. En dat is uitgekomen. Mooi, hè? Dus normaal hebben ze hier ook van deze dieren, de zeehonden. Maar die zitten hier nu niet. Allee, toch niet in deze bassein. Nee, ook niet in deze bassein. Hier heb je ze wel zo. Daar heb je wel eentje. En daar heb je een poepje. Dus dit is het kotje waar ze in zitten. En hier staat op hoeveel iedereen een beetje weegt. En hier kan je doneren om de beestjes een beetje te helpen. Thank you.
Je sais, est-ce que ouais, c'est pas bien beau temps de. Non, c'est pas une fois l'an, c'est une fois l'an. Dit is dus een bak waar ze worden ingestoken, ook vrijgelaten worden. Met zo'n auto, je zit op het strand, dan komen ze inbrengen of redden. Papa is bed. Dat is in alle landen waar dat er ook een opvangcentrum is. Wie is die doodskop? Er zijn er echt superveel. Superveel. Dus daar staat het bordje. En dit zijn alle landen waar dat is. Dus echt een sea life hebben waar die beestjes worden geholpen en alles. En dat is wel heel veel natuurlijk. Dus hier kun je ook zo wat zitten voor te eten, te drinken. Dus hier liggen heel veel muntjes in het water zien. En dat is heel goed dat ze dat doen. En dan kun je een wens doen eigenlijk in het water. Een wens. En als je een wens doet, dan komt dat misschien uit. Hè. Dus als je een wens hebt, kun je daar een beetje in gooien. Ik heb alles wat ik moet wensen. Ik kan wensen, dus. We gaan nu naar de pingwingen. De pingwingen, je weet wel. Dus de pingwingen.
eens zien of de pinguïnen thuis zijn. Ja, vertel, zijn ze weg, hè? Zijn ze naar de zee? Zijn ze weg? Dit zijn de pinguïnen die er zouden moeten zitten. Dus hier kunnen ze in zwemmen, maar je hebt de pinguïnen aan de andere kant, is te warm. Daar kun je zo op klimmen. En daar zit de hang. Het is wel een mooie omgeving. Zijn ze niet schattig? En daar wonen ze zo in eigenlijk. Ben goed van de kant. Dit zijn de pinguïnen. Sea Life Blankenberg heeft pinguïn kweekprogramma gestart in 2005. En al snel daarna heeft het de geboorte van Movien, een vrouwelijke gebold die geboren werd op 17 april 2005. Sinds heeft ons programma haar succes verder gezet en heeft inmiddels al 4 à 5 kuikens elk jaar geboren. Grootgebracht, dat staat er eigenlijk op. En voor mensen die in Frans willen lezen, dat is dit. Heb je die duikboot klaargezet, mensen? Want we gaan verder met de duikboot naar hier. Is daar binnen gegaan. Dit is het verblijf van de otters, de otties. Stil op voor het antwoord. Probeer de geur te raken. De otties. Wat is het juiste antwoord?
dit. Wat is kak? Je kunt dat dus niet ruiken, mensen, maar ik wel. Dus wel leuk. Alleen spijtig dat ze in een holke kropen zijn. Dus we zien ze niet meer. Misschien zien we ze straks opnieuw en dan komt het wel goed. Nee, ze zijn nog niet weg. Het is klaar te werken. Dan gaan we dit doen. Gelukkig is er nog niet zoveel volk, dat valt al mee om te doen. Aanrader, doe wel toeschoenen aan om dit te doen. Dan klimmen we helemaal omhoog. Helemaal naar de top. Je kunt zo hoog wel zijn. Je moet weer opklimmen. Dat is niet zo simpel. Dus we gaan weer starten. We komen vandaag en wij gaan nu hierop. Dus we gaan starten. Dat is eigenlijk wel een goede test of je schrik hebt. Ik film mijn voeten, mensen, ik weet het, maar ik kan anders niet filmen.
Maar het is het idee altijd. Dus die gaan we niet, het is echt, oh my god, het poltert toch alleen maar doet voor zijn fans, ja. Man. Dan hebben we dat stukje, maar we moeten naar hier. We gaan naar de glijbaan. Dus dit gaan we ook doen, zoals wat de jongen ook doet. Dat gaan we ook doen. Maar dat kan ik niet filmen, want dat kan ik hier niet over. Oh, die ging snel. Die ging echt snel, mensen. Dat je wel blij beneden ben. Maar eerlijk toegeven, ik was er toch wel even van. Wow. Toen ik daarboven stond, want dat is eigenlijk wel heel hoog, had ik toch zoiets even van, amai. Maar ik wou het doen voor jullie. En ik heb het gedaan. Dus ik wil wel 7 van mijn leven kwijt. 7 jaar van mijn leven kwijt door daarboven te staan. Ik wist niet dat ik zoveel schrik had van hoogtes. Echt niet. Ik heb het eigenlijk nooit gehad, maar eens dat ik ouder word, denk ik meer na. Dus ik ben wel blij dat ik hier zit. We gaan even eten. Dus dit hebben we helemaal gedaan. Ik vond het wel een beetje eng. We hebben daar even op de bank gegeten. En nu gaan we daar eens kijken wat daar eigenlijk staat. Dat is eigenlijk ja, zo'n springtuig. En ik dus een trampoline. Waar je op kunt wandelen. Hier hebben ze echt zo'n zee. Dingen gelegd, zo zand van de zee. En we gaan eens kijken wat ze daar eigenlijk hebben. Hier hebben ze nog zo'n cabinetje gezet. Hoe is dit hierbij? En daar heb je nog zo'n springkussen, een memo. En dan gaan we weer helemaal terug naar daar en dan gaan we daar op dat blauw punt komen we dan uit. Dan gaan we tot daar wandelen. En nu gaan we hier door wandelen. Dus hier gaan we nu doorwandelen. Oh, ik had er niet gezien dat er een dingetje was. En dan wordt de vlog gevallen. We gaan eens kijken of wat de otters er zijn. Komen we denk ik op hetzelfde punt uitgezet. Ik ga eens zien, want dat hebben we het al gedaan, maar ik kom vandaar. Dus nee, we zijn verloren gelopen. Terug. Dit
is het pikken, pikken donker, mensen. Donkerder kan het niet zijn. Waar de krap is ontsnapt. Wat is er? Daar staat hem dan. Daar loopt hij. Zie, daar is hij. Dan kan ik dus eindelijk zien. Zie hem? Dus daar zijn we. Zijn we. Mooi, hè? Oh, dus dan nu lopen wij hier eigenlijk. En hier heb je de visjes. Thank you.
was uns ist. Ja. Wow.
dus de avond is gevallen. Het is de laatste dag dat we hier zijn. De laatste avond. Morgen is het gedaan. Ik moet zeggen, het was een fantastische reis. Het was leuk, het was super. Het was ook mooi. Daar heb je de zon. Dus. En we gaan even op bootje paden. Dus ja, ik moet wel zeggen, het was echt heel leuk. En ook heel veel leuke dingen gedaan. Natuurlijk moet je ook wel een stukje zelf invullen, maar creativiteit en zo. Gewoon prachtig. En van de middag trouwens komen zwemmen in de zee. Maar het was gewoon te druk en het was echt niet te doen. Het was hier veel te druk om gewoon nog maar te kunnen filmen, uiteraard. Maar ook om uw gif ergens te kunnen stellen. Dus, en de zee is weer helemaal verder. Dus ik heb zoiets nog een beetje met idee te geven. Kijk. Ik ga nu niet zwemmen, want dat mag niet meer, want er staat een rode vlag. En als dit gebeurt, is dat ook op je eigen verantwoordelijkheid. Dus je moet wel een beetje opletten dat je niet meer te ver de zee gaat. Maar met je voetjes mag je nog in de zee. Dus voetje varen, want de zee is natuurlijk heel verraderlijk. En daar moet je natuurlijk wel mee oppassen. De zon is helemaal meer en meer naar onder aan het gaan. Het is wel mooi en de zee, je moet zien. Het gekruis, dat doen we allemaal. Daar hebben we een boten. Daar heb je de boot. Met de wind speelt al direct met de lens. Hopelijk vonden jullie het ook een leuke video. Wil zeker zijn, omhoog vergeet niet te abonneren. En morgen zijn we er gewoon weer. Dan zijn we weer op de terugreis. Ik hoop dat jullie genoten hebben van de vakantiebeelden die dit jaar gemaakt zijn. Ik in ieder geval wel. En ciao kus.